Dit is het eerste filmpje van een serie filmpjes wat gaat over het vakgebied van de mechanica. Mechanica is een onderdeel van de natuurkunde en zullen jullie misschien zien als een voortzetting van de natuurkunde van de middelbare school. Nou, mechanica is eigenlijk een vak wat gaat over het bestuderen van lichamen waarop krachten werken. Nou, lichamen zijn voorwerpen en voorwerpen, daar kun je dan bij denken aan een stoel of een mens of een tafel of een fiets. Maakt even niet uit. Of een schroefje. Maar grofweg bestaat die mechanica uit drie grote componenten. Dat zijn de mechanica van starre lichamen, starre voorwerpen. Waarbij star betekent niet vervormbaar. Nou, dat staat dan tegenover de vervormbare lichamen. En uiteindelijk de vloeistoffen. Een compleet aparte tak van de mechanica. En ik zet er even bij gassen, want voor de volledigheid. Vloeistoffen noemen we vaak incompressibel. En dit zijn compressibele vloeistoffen. Nou ja, gassen, daar kun je ook aan rekenen. Maar de starre lichamen, dat is eigenlijk het begin van de mechanica. En dat begint eigenlijk ook nog eens een keer als je er rekening mee houdt dat de lichamen niet versnellen. Dan noem je het statica. Nee, dan staan ze stil, dan zijn ze in evenwicht. Of ze bewegen met een constante snelheid, dat is in feite hetzelfde. Dat noem je de statica. Nou, je kan natuurlijk ook voorwerpen hebben die wel versnellen. Dat noemen we dan de dynamica. Dat zijn vakgebieden, maar dat noem je ook, ja, dit zijn nog vaak de namen van de vakken die eraan gegeven worden op de universiteit of de hogeschool. En het vakgebied, of de vaknaam die hierbij hoort, dat noemen we dan sterkteleer. Sterkteleer, als dingen wel vormen, een plank die krom wordt, of een bagagedrager die doorbuigt, of een, nou, noem het op, dan vervormt het, dan heet het sterkteleer. En uiteindelijk hebben we hier nog van vloeistoffen en een stromingsleer. En zo hebben we grofweg de onderdelen van de mechanica neergezet. Nou, zoals gezegd, het vakgebied is al heel oud. 200 voor Christus begonnen. Newton die heeft er nog veel aan gedaan. En als je mechanica goed wil snappen, dan zul je bij statica moeten beginnen. Want daar worden eigenlijk alle belangrijke begrippen worden daar uitgelegd. En als je dat snapt, dan kun je door naar dynamica, naar statica, of sterkteleer bedoel ik. En uiteindelijk ook naar stromingsleer. Nou, laten we daar maar eens even mee beginnen. Wat is nou precies statica?